Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Kijk. Er lopen zo meteen wel een rondje hoor, dan halen we even al het hout op en de saplings en te verzinnen het maar wat is, wat er allemaal is gevallen. Ja, de zon is onder. Oké, terug naar mijn huis. Doei, motherfuckers! We kunnen echt niks. Ik kan wel dit natuurlijk. Kijk, nu hebben we dit gedaan, dan kunnen we helemaal niks meer doen. Dit is Banjopia. Banjopia. Oké, wat we nu gaan doen. Deur. Mooi, de deur staat er. Gaan we dit doen. Dit wil ik echt gewoon goed hebben nu. Althans goed, ik wil het wat beter nog. Dit zo. Nou, dat is kut. Oké, dan gaan we naar de volgende stap. Dat is namelijk dit. Nee, niet vallen, Bardo. Sla alles maar weer weg. Want kijk, dan kunnen er ook geen zomaar een creeper of wat dan ook. Kan er niet naar beneden flikkeren. Is 2 breed genoeg? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik hoop het van harte. Oh man, ik zit echt even alles hier door te rekenen en te doen. Want je moet nagaan wat er zou kunnen gebeuren als een zombie op mijn dakding loopt, wat ik nu dus aan het weghalen ben. En per ongeluk bij mij naar binnen valt. En ik let niet op. Of een creeper, nog erger. Met name de creepers. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Om tegen de creepers dit even goed te doen. Zodat met name die creepers hier niet meer in kunnen. Kijk, dat is mooi. Goed geregeld. Ah, hier die boom, dat is de verrader. Hier, weg ermee. Kijk. Er lopen zo meteen wel een rondje hoor. Dan halen we even al het hout op en de saplings. En te verzinnen het maar wat is, wat er allemaal is gevallen. Oké. Kijk. Gewoon weg, helemaal weg die kutboom. Deze boom is een verrader. Oké. Mijn, leuk. Alles is een verrader in dit spel, geloof ik. Kutspel. Ja. Ik vind Minecraft nog altijd leuk, op een eigen manier. Weet je, dat is altijd met Minecraft. Het is wel leuk, alleen het is ook vaak gewoon dat je denkt, moet ik weer? Moet ik weer dit of moet ik weer dat, weet je wel? Dat het in de herhaling gaat vallen. Dat is zo jammer aan Minecraft. Tenzij je het zelf speelt natuurlijk. Dan is het altijd weer, dan kun je zelf kiezen wat je doet. Maar ja, dat is weer altijd het leven. Oké, pas op Bardo. Gewoon even klein maken. Op. Het enige doel is dat niemand bij mijn huisje kan. Daar komt het op neer. Daar... Uiteindelijk is dat de bedoeling. Dit is echt een soort zombie-apocalypse overleven. Hoe ga ik dit doen? Oké, right. En dan, ja, deze. Oh, ik heb nog wel een axe. Niet lekker opgelet, Bardo. Oh man, heb ik een schep? Een schop? Een schep? Jammer. Anders ging ik gewoon een hele... Kijk. Deze moet echt weg gewoon.
Nou, geef me die blokjes. Dank u. daar nog één. Ah ja, fuck. Hey, die valt naar beneden, dank je. Toch niet. Hij is aan het buggen. Hij is aan het laggen. Het is een flauw trollblokje. Oh, ik ben erin getrapt voor het trollblokje. Oké. Ja, ik denk dat ik wel heel ver ben eigenlijk nu. Ik zit te kijken en ja, deze verdediging van het huis klopt wel weer. Het huis zelf ziet er niet uit, maar dat maakt hij mij geen fuck uit. Oprecht niet, gewoon. Ik zit echt zo van, ja, wat boeit het nou hoe dat huis eruit gaat zien? Oké, dan. Even kijken, heb ik nog ergens hout of zo? Ik heb nog een ideetje. Voor de veiligheid van mijn eigen huis. En dan moet ik hopen dat het gaat werken. Cobblewall, fuck yeah. Gelukkig, ik weet hoe je die moet maken. Zo zijn we ook alweer getrouwd. Fuck yeah, Bardo. Goed bezig. Ja. Daar kom je niet doorheen. Oké, dat is belangrijk. Hier kom je echt niet doorheen. Mooi. Kom op! Oké, wat ik doe is dit. Hop. En dan pak ik daar een wooden pickaxe. Ik boeit me even geen fuck wat het is, als het maar iets is. Zo, en dan zo. En dan huppakee. Woe! Nou. Dit, we maken stappen, laat ik het zo zeggen. De stappen die er komen, die zijn leuk en aardig. Laat ik een schep maken nu. Ik ga een beetje ramen maken, denk ik. Als ik hier nu gewoon ramen zou neerzetten. En sowieso, een schep is handig. Ja, aan de andere kant, ja, ik heb een idee. Hey, 7 gold bars, YOLO! Heb ik die iron ingots bij me? Ja, mooi. Mooi man. Het leven daar is een groefist. Mooi man. Oh god. Volgens mij is dat ook echt een nummer wat echt heel Nederland gewoon per ongeluk weet. Het is helemaal niet zo'n heel relevant nummer. Alles behalve dat zelfs. Onder? Volgens mij wel. Jee, gracht bij mijn huis. Oké. Ja, de zon is onder. Oké, terug naar mijn huis. Doei, motherfuckers! Volgens mij is dit net iets beter. Wacht. Kan ik die en die weghalen? Yeah, bitch! Wie heeft er het mooiste huis? Bardo. Wie heeft er het mooiste huis? Bardo. Even kijken op het dak, want heeft mijn dak de tactiek gewerkt? Ik zie hier nog geen monsters lopen. Oh, natuurlijk! Ik moet toortjes hier zo.
Aha, kijk, Bardo heeft hierover nagedacht, want anders spannen, oké, dat werkt niet. Dan doen we het gewoon zo. Maken we van de kobbel maken wij een soort lichtblokken nu. Zodat er geen monsters op mijn dak spannen. Kijk, en nu vraag je af, Bardo, maar een lichtblok, hoe maak je dat dan? Nou, zo. Dit zijn mijn lichtblokken. Hoppakee. Oké, en dan die daar. Ik moet ook echt niet vallen hier, hoor. Ja, mooi. Mooi. Kijk hem nou. Hoppakee. Hey, de creeper. Maar ja, die kan niks doen. Haha, loser. Loser fucking creeper. Toch? Het is een loser fucking creeper. Jammer dat ik geen pijl en boog heb. Anders had ik hem dood kunnen schieten. Nou ja, kijk dan hoe mooi, mensen. Daar kan nog zo'n lichtpaal komen. Daar moet er een. Hier moet er een. Ik klik ook maar wat hoor. Het is niet alsof ik een professionele Minecrafter ben. Eigenlijk wel, want... Natuurlijk, er zijn advertenties op YouTube en ook op deze video's. Oh man. Die was het helemaal waard. Kijk dan hoe vet. Ik ben echt blij met mijn huis aan het worden nu. Dit is echt even de Bardo-strijd. Ik zit lekker een beetje gewoon hardcore. Ik ga nooit meer verliezen. Ik ga never nooit meer dood. Oei, daar zat het heel veel. Kijk, dat is het fijne als je gewoon even aan een stuk door hebt lopen mijnen. En als dat hele mijnen, zoals in mijn geval, gewoon op ongeluk goed is gegaan. Ja, dan heb je gewoon fucking veel geluk. En dan kan je dit doen. Bam. Bam. Dank u. Zo, kijk dan. Wat mooi. En niemand komt er in mijn huis. In mijn huis. Want niemand hoort hier echt wel thuis. Echt niet thuis. Echt wel thuis. Niemand mag er in mijn huis. Behalve ikke. La 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 la. En de rest kan lekker stikken. Oké, lichtpalen. Ik weet ook niet. Is het al een bestaand iets of zo? Of krijg ik nu heel veel reacties? Je had ook gewoon kobbel kunnen pakken. Of een kobbel glowstone. Ik bedoel, ik weet niet waar ik een glowstone vandaan haal. Ja, uit de ender. Hoe kom ik in de ender? Ja, door diamonds te vinden. Oh, natuurlijk, dat is waar. Ik zit hier mijn eigen vraag te beantwoorden. Natuurlijk, we kunnen nog... Oh, wat slim. Dank jullie wel dat jullie mijn vraag op ongeluk hebben beantwoord of zo. Oké. Misschien moet ik nog even op de muur strakjes allemaal licht gaan zetten. Dat was niet slim. Wow. Toch niet in mijn huis of zo. Even een testavond. Hallo. Ah, ik kan niet slapen. Monsters in de buurt. Oké, zag ik aankomen. Oké. Ja, ik zit even te denken. Kijk, we kunnen niet gaan slapen. We kunnen eigenlijk helemaal niks nu. We kunnen echt niks. Ik kan wel dit natuurlijk. Kijk, en nu hebben we dit gedaan, dan kunnen we helemaal niks meer. Nee. Wat ik ga doen, denk ik, is gewoon dit. Ik ga even mijn doel een beetje inrichten. Waardoor het nog pijnlijker wordt als ik straks dood zou gaan. Oh, ik wil niet meer dood nu. Ik wil echt nooit meer dood. In Minecraft dan hoor. Het echte leven wil ik elke keer dood. Natuurlijk niet. Ik snap dat echt niet. Dat mensen ook in het echte leven de keuze maken om dood te gaan. Dat is voor mij altijd een bizarre keuze. Daar ligt een kobbelblokje voor mij. Je zegt even weer een
onderwerp switch, Bardo. Let op die onderwerpen. Ik gooi ze allemaal door elkaar heen. Echt sowieso bizar. Je weet zelf. Op zich, wat mogen ze wel in Minecraft doen? Een knop waardoor je gewoon zelfmoord kan plegen. Niet zo... Het klinkt nu heel sadistisch, maar ik bedoel, als je ergens vastzit in het spel, dat je dan gewoon kan zeggen... Hey, ik heb geen zin meer bij deze. Klik en ik ben dood. Dat zou toch perfect zijn?